Het is vakantietijd en we zwemmen, fietsen, wandelen, ravotten of klooien zomaar wat aan. Kortom, schuif aan bij de tafel in Studio Globezundert. Langs de oevers van de A, van de grens tot aan Breda, ligt te pronken in het groen, het land van jou en mij. Bomen groeien overal, aardbeien in duizendtal, bloemen staan nooit in een vaas, dit land van jou en mij. Eindelijk, de zomer is terug in Zundert. Het is vakantietijd en na maanden van binnenzitten op je werk of op school is het nu tijd voor iets anders. We trekken er weer op uit. Tijd voor de zon, veel plezier en leuke dingen doen. En wat voor activiteiten of bezigheden zijn er eigenlijk in Zundert voor jong en oud? De kinderen die kunnen bijvoorbeeld ouderwets gaan hutten bouwen en wij kunnen op onze fiets een mooi toertje gaan maken. En vanavond speciaal naast mij een nieuw gezicht. Normaal zien we hem met zijn vaste bijdrage even tussendoor, die hij naast zijn werkzaamheden voor de VPRO voor ons de TSGZ maakt. Met Herijgers. Met wie zijn onze gasten? Onze eerste gast. Nou, als kind kan je in de zomermaanden naar de kindervakantieweek. Want wie is er nou niet naartoe geweest? Daarom ons eerste gast, Niek Hendricks. Goedenavond. Nee, goedenavond. En onze tweede gast, ja, heeft iets uit te leggen. Want hoe kom je nou van een kruisboogvereniging op een foto, puzzel, fietstocht? Dat het een succes is, kunnen veel mensen bevestigen. Hoe komt het dat ze dit zo leuk vinden. Daarom onze tweede gast, Erik Reijgers. Welkom. Hey, goedenavond. Maar eerst een filmpje. Hey, we zijn er 15 jaar geleden mee begonnen. Oorspronkelijk hadden we een autorally-rit. Die autorally-rit gaat echt om regeltjes, reglementen. Dat schieten zeg maar, de dochter komt erin, nou, wat gaan we doen? En iedereen heeft er zijn eigen mening over. Een aantal mensen geven er misschien wel weinig om of zo, of ze kennen het vooral niet, het is een stukje onbekendheid. Het enige wat wij doen is zorgen dat ze pallets kunnen kopen en dat ze spijkers ergens vandaan kunnen halen. En voor de rest houden die echt haar eigen bezig. Vooral het grote dorp, dat is echt gewoon haar eigen gang. En dan bij het kleindorp is dat dan wel iets meer. Kinderen kunnen echt doen wat ze willen. De vakantieweek bij het Stokpertje wordt altijd de tweede week in de schoolvakantie gepland. Daar is veel leiding voor nodig. Maar waar halen jullie die allemaal vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Maar de meeste leiding komt zelf naar ons toe, omdat ze het zo leuk vinden om als kind daar rond te lopen. Om dan nog een paar jaar ons te helpen met die kinderen ook weer te begeleiden om zo'n leuke week te houden. En weten jullie ook het record, weet je toevallig het record aantal kinderen wat tot nu toe heeft deelgenomen? In de tijd dat ik heb geholpen is het record 502 volgens mij. En normaal gemiddeld zitten wij rond de 450 kinderen ongeveer op een hele week. En hoeveel leidingen lopen er dan gemiddeld rond? Ja, afgelopen jaar hadden we toevallig ons recordjaar en dan loopt er gewoon meer dan 110 man leiding rond in die hele week. Er zit ook geen limiet op die leiding? Nee, als mensen zin hebben om te komen helpen, dan komen ze helpen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeggen wij altijd maar. Okay. En des te minder kan er gebeuren. Die moeten wel aangestuurd worden. Ja, die worden wel aangestuurd. Dat gebeurt dan een beetje door de leiding die een heel jaar bij het Stokpertje rondloopt. Die eigenlijk al een beetje weet hoe alles in elkaar zit. En die zorgen dan dat de hulpleiding alles een beetje goed geregeld goed krijgt. Geregeld wordt. Maar hebben die begeleiders dan ook begeleiding, zeg maar, hoe ze dan die kinderen het best kunnen aanpakken mocht er iets verkeerd gaan? Ja, dat wordt van een paar, twee weken voordat de vakantieweek is er altijd een algemene vergadering. Daar komen ook het merendeel van de hulpleiding op af. En daar worden gewoon alle regeltjes en ideeën die wij hebben, worden daar allemaal netjes uitgelegd. Zodat ze in die week zelf precies weten wat ze moeten doen. En omdat wij zelf uit Stokpertje ook met 40 man vaste leiding zijn ongeveer, is er altijd wel iemand in de buurt die eigenlijk de hulp kan schieten. Het is niet zo dat hun daar een cursusdag of een opleiding voor krijgen, de begeleiders? Nee, die hebben geen vaste dag of zo of iets dat ze echt uitleg krijgen. Dat is gewoon een avondje, een half uurtje wat ze wel uitleg krijgen. Maar ja, die leiding heeft zelf ook jarenlang op het Stokpertje rondgelopen als kind. Dus die weet ook wel hoe dat het zit, zeg maar. Ja, oké. Okay.
Hebben jullie, terugkomend op die regels, hebben jullie dan speciale regels? Ja, we hebben wel een paar regels voor de veiligheid, zodat ze mogen niet te lang op de hutjes zitten als de zon te fel is. Er moet genoeg met drinken rondgegaan worden en dat wordt allemaal wel piekfijn uitgelegd. Hebben jullie wel eens last gehad van hele grote problemen met kinderen? Nee, daar staan wij nog elk jaar van te kijken dat er nog nooit hele grote problemen zijn geweest. Een spijker in je voet, ja, dat is zo opgelopen. Er valt ook wel eens een keer een kind van de eerste verdieping af. Maar echt grote ongelukken dat er een ambulance aan de pas is gekomen, heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. En even, ik wil niet negatief trekken, maar ruzie. Ik bedoel, zoveel kinderen, dat moet wel eens een onvertogen woord vallen, toch? Ja, er zijn altijd wel een kleine opstootjes. Maar ja, omdat er zoveel man leiding rondloopt, staat er snel genoeg iemand bij om dat een beetje te sussen. Ja. En dan zat er maar 2 minuten en dan is alles weer goed gepraat, handjes geven en dan... Ja, want eigenlijk, net als op maandagmorgen, dan komen al die kinderen binnen. En we zien jullie als leiding dan al een beetje van, oh, dat is er eentje die wel heel veel praat. Letten jullie daar al op? Ja, ik doe dat zelf, doe ik dat wel. Ik ga altijd als op maandagochtend bij de ingang staan, dat ik al een beetje naar de kinderen zo een beetje kan kijken. En dan kun je vaak precies al de kinderen ertussen uitpakken waar je net een oogje meer in het zaal moet houden. En dat is eigenlijk ik vind dat wel grappig om zulke dingen te zien. En zijn er ook die achter hun moeder de benen verscholen blijven die eigenlijk niet durven? Ja, die zijn er ook genoeg. Die blijven zo lang mogelijk bij mama. En hoe haal je die dan toch binnen? Door er tegenin te praten van het is hier heel gezellig en dan iets mee gaan doen waar de mama dan nog even bij is. En daarna dan voelen ze draaien op hun gemak en dan gaat dat de rest van de week vanzelf. Oké, en je ziet ook wel een verloop in die week. Ja, en het is ook, je ziet ook veel dat ik de jongste kinderen hoor een beetje door de oudere kinderen ook meegenomen daar naartoe. En dan gaan ze draaien langzaam op hun gemak voelen en dan hoor je ze eigenlijk een week niet meer klagen over dat ze mama mis. Het is al, nou, in ieder geval een hele lekkere sfeer. Ja. Ja. Wat was jullie succesvolste jaar tot nu toe? Het succesvolste jaar is voor mijn gevoel nog steeds die van... Ik moet uit mijn hoofd gezegd 3 of 4 jaar geleden. Toen met onze 500 kinderen en een man of 100 leiding. Dat was wel ons topjaar. De sfeer was toen ook heel, heel goed, ook onderling. Tussen de kinderen, maar ook onder de leiding. En dat is voor mij wel een topjaar geweest. Ja. Even een andere vraag nog, want tegenwoordig heel veel kinderen lopen met hun telefoons. Ik kan me voorstellen dat jullie daar tegen zijn. We hebben daar een vraag over. Hoi Niek. Als ik ergens kom, dan zitten mensen heel vaak op de telefoon te spelen. Hier valt er wel mee. Mensen zitten voornamelijk te genieten en hebben daar dan geen tijd voor. Als ik dan kijk bij de vakantieweek van het Stokpertje, dan zijn de kinderen gigantisch lekker aan het spelen. Volop aan het bouwen, gaan ze helemaal op in het spel. Wat denk jij? Moeten ze ook in die vakantieweek volop aandacht geven aan de social media en berichtjes plaatsen, zodat we precies weten wat ze aan het doen zijn? Of moeten ze lekker met het spel bezig zijn en lekker bouwen? Ja, ik vind dat ze vooral met het spel bezig moeten zijn. Maar dan merk je ook gewoon die week zelf, die kinderen die denken er geen seconde aan. Die zijn echt alleen maar met hutten bouwen bezig en met elkaar een beetje dollen. En die vermaken draaien prima, die missen die telefoon geen seconde. Laptop en tablet en een telefoontje hebben ze gewoon niet nodig. Nee, die heb je niet. Ze zullen ze vast wel bij hebben, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze zelden tevoorschijn zie komen. Je ziet de leiding. Er is geen verbod op? Nee, er is absoluut geen verbod op. Nee, ja, dat kun je wel verbieden, maar dat gaat toch niet werken. Want dan gaan ze het stiekem doen en dat wil je al helemaal niet. Nee, het moet leuk blijven natuurlijk. Ja. Nou, bij elk jaar zit er een thema aan vast. Wat is het thema van dit jaar? Dit jaar is het thema cowboys. Dus we willen eigenlijk een beetje een western stadje als aankleding gaan maken. En die weer langzaam op gaan bouwen door middel van de hutjes die de kinderen gaan timmeren. En wie verzorgt dan de aankleding? Ja, dat doen wij met z'n allen. De eerste plannen die liggen alweer en de eerste tekeningen worden allemaal weer gemaakt. En met z'n allen komen er vaak aan uit. Ja, dat is niet één iemand die dat doet, want de een heeft die idee en de ander wil dat. En dat combineer je samen en uiteindelijk krijg je dan een prachtig resultaat. Nou, bij ieder thema hoort natuurlijk een verhaallijn. Wie verzint dat verhaallijn? Dus het verhaal wat er uiteindelijk in het kleine en grote dorp gebeurt. Het verhaallijn wordt geschreven door onze spelers zelf. Die hebben een idee in hun hoofd en die willen dat zelf gaan spelen. Dus die schrijven ook hun eigen verhaal, zodat ze helemaal hun eigen type kunnen gaan spelen. En hoe komen ze aan dat verhaal? Dat zijn gewoon hele creatieve mensen die iets uit hun duim zuigen. Er wordt eigenlijk weinig van internet gekeken. Dat is vooral
Ja, die zijn er helemaal vrij in om dat ook gewoon zelf... Ja, er zijn geen regels aan. Ja, het moet aan het thema voldoen. En wat ze voor de rest doen, is eigenlijk niet echt... Ja, de kinderen moeten erbij betrokken kunnen worden. En dat is het belangrijkste. Maar het wordt misschien wel steeds moeilijker om iets te verzinnen. Want het is al zoveel jaren. Vallen jullie wel eens in herhaling? Ik moet eerlijk zeggen, we hebben ooit wel eens een keer cowboys en indianen gehad. Nou is het alleen cowboys. Dus een kleine herhaling zie je wel terug. Maar die kinderen die ooit bij cowboys en indianen bij zijn geweest, die lopen nou toch niet meer rond. Dus, bij cowboys heb ik ook een beetje een idee van, het is echt, iedereen doet gewoon wat hij wil. Is het een soort van vrijstaat voor kinderen die ze mogen doen wat ze willen? Ja, de kinderen mogen echt doen tot een bepaalde hoogte natuurlijk wat ze... Waar ligt die hoogte? Die hoogte ligt heutjes timmeren en spelen, dat is geoorloofd. Maar ze moeten elkaar niet gaan besodemieteren en gaan pesten, dat zeg maar. Scherp. En hoogte is belangrijk, begreep ik, want het gaat er een beetje om wie de hoogste hut heeft. Ja, dat is altijd een strijd tussen bepaalde scholen. Die zijn echt met een hele groep 8 bezig om zo'n hoog mogelijk hut te maken. Zit daar nog een limiet aan? Dat jullie zeggen, ja, nou is het echt... Ja, een limiet, dat ligt er ook aan. Sommige hutjes die gaan maar 2 verdiepingen hoog, omdat ze dan al instabiel worden. En, wie controleert dat? Onder andere ik, maar dat is ook dat zijn 5-6 mensen die ik daarvoor benader, die dat controleren. Die mensen die er een beetje ervaring mee hebben en al een aantal jaar rondlopen. Dus kinderen worden wel vrijgelaten tot? Totdat het niet meer veilig is en dan zeggen we dat het niet meer gaat. Nee. Nou, bij het thema hoort natuurlijk verhaallijn. Kun je misschien een indruk geven daarvan? Of weten jullie echt nog niks erover? Omdat natuurlijk de rolspelers het verhaal schrijven. Ja, de hoofdrolspelers die zijn nog vooral bezig met het verhaal schrijven. Dus het gaat er in ieder geval om dat er een nieuwe sheriff gekozen moet worden. En er gaan 3 sheriffs die gaan de strijd aan met elkaar. En die gaan de kinderen natuurlijk voor hun laten kiezen. En dat is eigenlijk een beetje de hoofdlijn van heel het verhaal. Hoe dat die precies in elkaar steekt, daar durf ik nog niks van te zeggen. Okay. En het kleine dorp dan? Ja, dat is eigenlijk, doen we dit jaar voor het eerste jaar. Gaan we het verhaallijn van het groot dorp en het kleine dorp gaan we helemaal combineren. Zodat ze elkaar ook een beetje... En dan heb je een broertje en een zusje. Even voor mijn informatie, sorry dat je onderbreekt. Maar groot dorp, klein dorp, dat heeft dat te maken met de locatie of met de leeftijd? Nee, dat heeft met de leeftijd te maken. Okay. Groep 1 tot en met 3 is sowieso klein dorp. Daar zijn de hutjes zijn al gebouwd door ons. Dus die zijn sowieso stevig. Groep 4 mag kiezen. Dus of klein dorp of groot dorp. En groot dorp is dan van groep 5 tot en met groep 8. En die zijn echt helemaal vrij en wat ze willen. Ja. Okay. En als kinderen deel willen nemen, waar, wanneer en wat zijn de kosten hiervan? De kosten voor een weekkaart zijn volgens, ik moet daar echt naar zoeken, maar volgens mij €25. Vanaf 1 juni zijn de kaarten online te koop. En deze kun je dan alvast reserveren en dan 2 weken of 3 weken van tevoren kunnen ze deze opkomen halen. Maar dat zal allemaal op de site aangegeven worden. En nou ja, goed, de website, wil je die nog noemen? Hetstokpertje.nl. Hetstokpertje.nl. Nou, Niek, dankjewel. Dus genoeg te doen voor de jongeren in Zundert. Wat ze ook nog kunnen gaan doen natuurlijk, is heerlijk zwemmen. Overdekt. Hoi kijkers, de zomervakantie staat voor de deur. Misschien een leuk idee om te komen zwemmen. Ik zal jullie eens wat laten zien. Gemiddeld hebben we zo'n 300 à 400 bezoekers per dag. Marlies, kun je ons vertellen wat een dagkaartje kost? Een dagkaartje komt op €4,40, maar je bent voordelig geraakt met een zomerabonnement. Komt op €41,30. Helemaal leuk, ik weet voldoende. Gaan we weer verder. Hier komt u ons zwembad binnen. In verband met de hygiëne in het zwembad worden hier de schoenen al weggezet. Zo, hier komen we bij de kleedkamers. In de kleedhokjes kunt u zichzelf omkleden. Hier kunt u de waardevolle spullen kwijt. Voor groepen hebben we tevens een grote kleedkamer aan de andere zijde. Zo, u zit hier in een rolstoel. Ook voor minder valide is het zwembad toegankelijk. Voordat u het bad ingaat, moet u even douchen. Vanwege de hygiëne. Uiteindelijk komen we bij het zwembad. We staan hier bij het grote bad. Hier hebben we Bart. Bart is badmeester. Gaan we even wat vragen stellen. Bart, kun je wat meer vertellen over de mogelijkheden van het zwembad? Wij zitten hier bij ons 25 meter bad. Even nat gespetterd. Het begin van het zwembad heeft een beweegbare bodem. Zodat we de bodemdiepte aan kunnen passen, zodat er elke denkbare doelgroep kan hier eigenlijk terecht om te kunnen zwemmen en sporten in het water.
In de zomervakantie zijn we in ieder geval elke dag geopend van 11:30 tot 18:00. Daarnaast zijn we de avonduren open. Kijk even op onze website www.zwembad-dewilder.nl. We staan hier bij de startblokken. Die worden gebruikt voor wedstrijden, maar ook voor andere mogelijkheden. Hier staan we bij ons recreatiebad, waar ook de glijbaan is. Hier wordt heel veel gebruik van gemaakt. En hier bij het bad voor de allerkleinste. Zoals je ziet, 10 centimeter diep. Hartstikke leuk voor alle kindjes. En na het zwemmen lekker ontspannen in ons bubbelbad. Hopelijk hebben jullie een leuke indruk van het zwembad gekregen en zien we jullie hier snel. We kunnen inderdaad lekker gaan zwemmen, maar wat te zeggen van een heerlijke fietstocht. In onze gemeente, georganiseerd door de kruisboogvereniging Ons Genoegen. Eerlijk gezegd, ik wist niet van het bestaan af, maar dat zegt misschien meer over mij dan over die fotopuzzel fietstocht. Want naar ik begreep doen er jaarlijks meer dan 1000 mensen aan mee. En dat die tocht dus populair is, dat blijkt daar wel uit. En ja, wat is dat toch eigenlijk met die fotopuzzel fietstocht, dat die al 15 jaar verreden wordt? Erik Reigers. Ja. Wat is dat met die fotopuzzel fietstocht? Ja, ik denk dat het gewoon een hele gezellige tocht is. Ieder jaar rijden er 1000 à 1200 mensen mee met de tocht. En het blijkt eigenlijk dat als men een keer heeft meegereden, dat men vaak ook weer terugkomt. Hè? Vooral omdat men het gewoon leuk en gezellig vindt. En dat vinden we, geven de mensen eigenlijk ook aan. Het is vooral een gezellige tocht. We zijn lekker een dagje uit. Het is gezond, heel lekker op de fiets, lekker naar buiten toe. En ondertussen rij je 36, 35 kilometer. En dan ga je ook nog op zoek naar een 30-tal dingen die je onderweg tegen moet komen. Dus en dan moet je lekker naar op zoek. Dat is de puzzel. Even teruggrijpen naar het begin. Het is ergens ontstaan. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een fotopuzzel fietstocht? Ik zeg het goed, hè? Nou, zeg je het goed. Ja, het is een heel om die te organiseren, waar is dat vandaan gekomen? Nou, als vereniging, al iedere vereniging, moet je altijd maar zien om geld te komen. Vooral om jeugdschutters, om materiaal en dergelijke voor jeugdschutters te kunnen kopen. En ze hebben als nevenactiviteit een aantal activiteiten ontplooid. En op een gegeven moment zijn er 2 mensen met het idee gekomen om daar dan ook de fotopuzzel fietstocht voor op te gaan zetten. Ja. En met geld wilden we eigenlijk vooral ook kruisbogen, pijlen en dergelijke kopen voor jeugdschutters. Want hebben jullie veel jeugdschutters? We hebben een aantal jeugdschutters nu, 2 of 3 jeugdschutters op dit moment. Thuis waren het gewoon meer. Maar we hebben ook kruisbogen. Het is kruisbogen die we voor de jeugdschutters hebben, maar ook voor vrije schutters. Iedereen die een keer zou willen komen schieten of als een groepen komen schieten. Ook. We hebben jaarlijks 12 of 13 groepen die met een personeelsfeest, familiefeest of gewoon als vereniging komen ze bij ons schieten. Een dag schieten onder begeleiding. Ja. En dan willen we daar ook gewoon kruisbogen voor hebben, zeg maar, zodat ze ook mee een beetje goede kruisbogen kunnen schieten. Dus dat geld wat jullie uit die fotopuzzel fietstocht halen, dat wordt daar voor besteed? Ja. Even dan maar meteen een vraag, wat kost het om mee te doen? De fotopuzzel fietstocht? De inleggeld om een kaart te kopen kost €5. Daarbij krijg je zowel nog een consumptie voor een kop koffie of een ijsje. En als tweede consumptie krijg je ook nog een halverwege de fietstocht nog een kopje koffie of een pilsje. Dus je krijgt dat blijft er niet veel over voor die €5. Nou, maar dat is dankzij onze sponsoren worden die consumpties geschonken. En dan houden we dat wel over. Ja. Maar voor het inleggeld krijg je dus voor €5 krijg je een mooie fietstocht. En waarom denk je dat die fietstocht zo populair is? Komt dat door de populariteit van het fietsen? Of? Het is natuurlijk wel zo. Ja, de mensen willen wel bewegen. Mensen willen wel iets doen. Vooral in de zomermaanden wil je een stukje rondrijden. Maar het is meer dan alleen het fietsen. Want je kunt gewoon een rondje gaan rijden. Maar dan ga je, als je nou een tocht hebt, die is uitgezet door een paar mensen die dat eigenlijk heel goed kunnen. Die zoeken wel de mooiste wegen op. De mooiste plekjes op. En de uitzetten van die tocht. Want dat is natuurlijk ook nog wel een... Daar moet je ook ergens over nadenken. Of dat die wel klopt. Ja, dat lijkt gemakkelijk, maar dat is niet zo. Er wordt nogal eens een keer nagereden. En dan een 2-tal mensen, dus Frans van Espen, Piet van de Kieboom. Die zet ieder jaar die tocht uit, want die rijden hem nogal vaak. Er zijn een aantal andere mensen die hem weer controleren, die hem blind controleren, zeg maar, aan de hand van de controle, die gebeurt wel. Die wordt wel 10. Daar is nog wel een vraag over. Ja? Over de laatste controle van Johan Everaerts. Hoi Erik. Zoals je ziet, zit ik hier bij mijn favoriete auto. Hij is nog maar 48 jaar, dus ik kan nog wel even mee. Dit jaar organiseren wij de 27e Fanatenrit.
Deze oldtimer puzzelrit start natuurlijk in Zundert en gaat door West-Brabant en een stukje België. En dan finishen we weer hier in Zundert. Er doen ruim 100 oude auto's mee en dat is ook meteen het maximum aantal deelnemers. Eén dag voor de tocht rijden wij alles nog eens na en komen dan nog onverwachte hindernissen tegen. Zoals een kermis, een wegopbreking en zelfs een wielenkoers waar je in terecht kunt komen. We passen dan de route aan. Wij werken net als jullie met foto's onderweg. Van huizen en objecten waarvan we redelijk zeker weten dat ze er die dag nog steeds staan. Hoe is dat bij jullie geregeld? Hoe vaak controleren jullie de route? Erik, veel succes deze zomer met jullie fotopuzzeltocht. Ja, dankjewel voor de vraag. Het is wel herkenbaar. We controleren voor het uitzetten wordt je regelmatig van tevoren een aantal keren gecontroleerd. Maar vanaf het moment dat je kunt gaan rijden, wordt je eigenlijk iedere 2 à 3 weken wordt een keer nagereden. Okay. Om te kijken of dat het nog klopt. Maar het is ook zo, de mensen die fietsen, en er zijn een aantal hele fanatieke deelnemers, als er iets niet zou kloppen, dan geven ze dat ook door. Dat wil niet altijd zeggen dat ze gelijk hebben, maar we krijgen daar wel opmerkingen terug. Hoe weten ze moeten op zoek naar een foto? Men dus, moet op zoek naar een foto, ja. Dus wat zou er dan niet kunnen kloppen, behalve dat ze een foto niet kunnen vinden? Nou, het kan hem zijn dat er iets aan de routeomschrijving zelf onduidelijk is. Als je zegt, wanneer moet ik nu links afslaan? Hè? Dus wordt daar op een gegeven moment aangegeven waar ergens links de route wordt omschreven. Ja. Dus dat, als er onduidelijkheden zijn, wordt dat aangegeven. Of als men denkt dat een foto weg is. Men heeft gehoord dat er ergens een foto zou moeten staan en men kan hem zelf niet vinden. Dan zegt men, nee, die foto is weg. Dus op dat moment, zodra we een melding krijgen dat iemand denkt dat er een foto weg is, dan gaan jullie narijden. Dan gaan we naar maar de foto. Heb je voorbeelden van ja, dingen die gebeuren of dat je, zelf tegenkomt? Nee, je komt ook wel eens op plekken en dan is er ineens een kermis. En dan is het wat moeilijker. In het algemeen valt het op zich wel mee. De afgelopen jaren zijn alle foto's blijven staan, maar er werd eigenlijk ook wel aangegeven. Foto's die vervallen en kun je zeggen, nou, we maken foto's van dingen die altijd wel zullen blijven staan. Maar we hebben het ook een keer gehad dat er een foto was gemaakt van een huis en ja, dan breken ze zomaar ineens het huis af, zeg maar. Die was echt afgebroken. Dat was echt afgebroken, ja. En hadden we daar een foto van gemaakt. Dacht, ja, echt, dus niemand had gewonnen dat jaar? Nou, foto's die daardoor niet opgezocht kunnen worden, die komen te vervallen. Dus die tellen dan niet mee voor de uitslag. Wat zit er ook een competitie-element in eigenlijk? Ja, het gaat uiteindelijk om de eerste prijs. Maar hoe vind je die dan? Want ik begreep, het is van 1 juli tot 31 augustus. Ja, het is van ja, we zijn al bezig op dit moment. Al half juni zijn we begonnen. Maar het gaat niet om tijd, het gaat... Nee, je kunt vanaf half juni tot 31 augustus kun je fietsen. Je kunt de kaart ophalen wanneer je wilt. Veel mensen gaan de kaart in het weekend al ophalen. Ja, maar dat snap ik. Maar ik wil even terug naar die eerste prijs. Want je zegt, er is een eerste prijs. Kijk, dus ik ga van het weekend fietsen. Ja. Hoe kan ik hem nou winnen dan? Nou, er zijn een 30-tal foto's gemaakt van objecten die je tijdens de fietstocht tegenkomt. Zo grotere objecten, kleine objecten. Een van de objecten was ooit 2 punaises die in een boom zaten. Dan moest je die ook weten te vinden. Maar uiteindelijk blijven er toch dat 80% van de mensen die fietsen, die vullen... Die weten, zeg maar, die 30 objecten in de juiste volgorde te plaatsen. Die weten die kaart juist in te vullen. Aha. En dan komen er best om 1 keer rijden, of 2 keer, of 3 keer. Hoe fanatieker dat ze zijn. Het gebeurt ook dat mensen op het terras zitten en zien andere mensen zitten met de kaart. En die hebben daar nog wat overleggen over. Er wordt zo heen en weer gepraat. Maar je zegt dat ze 3 of 4 keer rijden. Ja. Die kaart moeten ze inleveren, neem ik aan. Die kaart moet ingeleverd worden voor de prijsuitreiking. Maar de mensen zondag... die vaker rijden, die betalen dus dan weer opnieuw 5 euro. Nee, je betaalt 1 keer. Je betaalt 1 keer 5 euro voor makkelijk, elkaar. Je maakt, ons genoegen moet voor de jeugd. Het gaat erom dat het een gezellige tocht is. De mensen plezier in hebben. Dat is het belangrijkste. Okay, dus... De plaatsen van de objecten. Hebben jullie dan ook, denken jullie dan ook over na om iets speciaals te doen? Dus net zoals die 2 punaises, heb je dan nog meer van zulke plaatsen? Ja, we zoeken altijd wel wat ook wel bijzondere objecten op. Opvallende huizen, opvallende dingen die je tegenkomt onderweg. Die zoeken we op. Het zijn makkelijkere foto's, moeilijkere foto's. Wat het bijzonder is? Niet van dit jaar, want dat geeft een weg. We zijn een keer ook... iedereen die kent de Vloeiweide. Het monument op de Vloeiweide. Ja. We hebben de fietstocht een keer langs het monument van de Vloeiweide gegaan. Zodat mensen dat ook zien. Het klooster. Van het Trappistenklooster. Iedereen kent het. We hebben de fietstocht een keer langs het Trappistenklooster. En dan blijkt toch dat veel mensen het wel kennen... Maar er nog nooit zijn geweest. Dus het is ook een ontdekkingstocht voor de gemeente Zundert eigenlijk. Ja, nou, het is opvallend. Dit jaar wordt het de 16e keer. We hebben hem al 15 keer gereden. Dit wordt het jaar de 16e keer.
Maar komt iedere keer kom je toch weer in een straat waar je nog niet eerder bent geweest. En hoe komt het dan dat ik hem nog niet ken en ik woon al 25 jaar in Zundert? Ik vind dat heel jammer dat je... Ja, nou, ik vind dat persoonlijk ook jammer, maar daarom ben ik blij dat je zit. Nou, daarom ben ik ook blij dat we nou de gelegenheid hebben om de fotopiezel fietstocht te promoten. Ja. En om hem kenbaar te maken in iedereen. Want het blijkt van de mensen die mijn keer rijden, die vinden het leuk. Die vinden het leuk om op de radio, die hebben er plezier aan. Of en we moeten het ook allemaal hebben van mond-op-mond reclame. Ja, maar dan moet je die mensen wel tegenkomen natuurlijk. Even nog een andere vraag. Mag ik hem ook wandelen bijvoorbeeld? Of met de auto rijden? Ja, je mag hem wandelen. Heel graag zelfs. Dat willen we eigenlijk steeds meer promoten. Omdat mensen willen ook graag wandelen. En met de auto is het ook mogelijk. Maar dat doen we eigenlijk niet. Nee. En het is toch een fotopiezel fietstocht. Je moet nog kijken. Het is een fietstocht. Ja, en rijdt ook over fietspaden. En over fietspaden. Ja, dan wordt het een auto lastig. Dat jullie een apart project gaan opzetten voor ook nog een wandeltocht. Want als je een fietstocht hebt, dan kun je ook een wandeltocht organiseren. Ja, maar je kunt hem ook, de tocht is 36 kilometer. Dat is een mooie tocht om te wandelen. Ja, ja, dan moet je wel getraind zijn natuurlijk. Moet je goed getraind zijn, maar er zijn mensen die hem ook wandelen. Oké, okay. En die groep deelnemers die er aan meedoet, wat is het publiek ongeveer? Want het is begonnen om de jeugd. Krijgen jullie ook jeugd die hem ook fietst? We krijgen jeugd die hem mee fietsen. Die zijn er ook altijd redelijk enthousiast over, maar het is wel een minderheid van de jeugd die mee fietst. Vaak is de jeugd zeg maar, met de ouders mee is gereden. Ja. En vooral jonge kinderen zijn er heel fanatiek in. Die zijn heel fanatiek in het opsporen van die 30 van die objecten. Foto's. Dus eigenlijk is het voor de ouders ook wel makkelijk dat de kinderen dan al die foto's opzoeken. mensen fietsen dan wat minder mee als rond tegen de 20, tussen de 15, 16. Ja, dan is liever uit. Dan passen ze een paar jaar. Ja. En dan zie je weer dat vooral mensen vanaf 30, 40 jaar zijn een grote getal die daar aan mee rijden. Ja, nou, hartstikke goed. Dan heb ik nog de slotvraag. Erik, wat vinden de mensen volgens jou het leukste aan de fotopuzzel fietstocht? Het fietsen in een leuke omgeving of het zoeken naar de objecten? Ze vinden het vooral een gezellige en leuke tocht om hem te rijden. En daarbij is het fietsen in een leuke omgeving... vinden ze heel leuk, maar het zoeken naar de objecten... Mensen zijn heel gedreven. Gegeven het feit dat meer dan bijna iedereen toch uiteindelijk alle foto's op de juiste volgorde heeft geplaatst, is dat misschien wel het belangrijkste. De puzzel is dat toch belangrijk. En Niek, na een week kindervakantieweek, wat geniet je dan meer van? Van een week nog een week de kindervakantieweek of een week strandvakantie? Dan doe mij toch maar die week strandvakantie. Het is wel uitputtend, denk ik. Ja, het is echt vermoeiend zo'n laatste week. Ja. Dames en heren, dit was het, de laatste. Is gezet van het seizoen en u hoort, er is genoeg te doen in Zundert. We zien u graag terug in oktober voor een nieuw seizoen. De T is gezet. Goedenavond. Goedenavond.